Yvonne en Victor krijgen iedere week poetshulp van het OCMW. Victor is ziek en kan zijn vrouw niet meer helpen met zware huishoudelijke taken. Ik ben niet meer zo sterk, zal ik zeggen, om iets te herzetten. En dan krijg ik voorlopig 4 uur in de week hulp. 'S Woensdags. Van 11:30 tot 16:30. Vandaag krijgt het koppel bezoek van Wim. Hij gaat bij senioren langs om te kijken op welke diensten ze een beroep kunnen doen en of ze in aanmerking komen voor financiële tegemoetkomingen. Waar wij mee beginnen is eigenlijk een algemeen praatje. Dus om gewaar te worden wat scheelt er, wat schort er, hoe is de situatie thuis, kan alles nog, kan bepaalde zaken niet meer. Dat geeft u wel een beeld van in wat richting dat je moet gaan. Is er een behoefte aan diensten, bijvoorbeeld poetsdienst of zo? Of is het meer financieel? Dan gaat je meer nadruk leggen op het financiële. Eigenlijk is het gewoon aftasten en voelen in wat richting dat je moet gaan. Bij iedere 80-plusser neemt het OCMW zelf het initiatief om op huisbezoek te gaan. De andere senioren moeten eerst een aanvraag doen in het Sociaal Huis voor senioren en personen met een handicap. Sociaal Huis is eigenlijk het aanspreekpunt in Turnhout voor alle senioren met welzijnsvragen. Dat wil zeggen dat wij eigenlijk het aanspreekpunt zijn, een eerste aanspreekpunt zijn van senioren met vragen. En dat wij kunnen zien van een aantal dingen kunnen wij hier zelf ter plaatse oplossen of kunnen wij een hulpverlening aanbieden. Voor andere zaken verwijzen we door naar onze collega's, partners, zoals de mutualiteiten die ook in Turnhout actief zijn op hetzelfde vlak. Maar veel meer dan een aanspreekpunt is het Sociaal Huis een ontmoetingsplaats. De actieve, maar ook iets minder actieve senioren kunnen er terecht voor een gezellige babbel of kunnen er deelnemen aan verschillende activiteiten en workshops. Dat gaat over vormen en informatieve activiteiten, vooral om te zorgen dat mensen niet analfabeet worden, bijvoorbeeld rond informatica of het gebruik van gsm of die zaken. Maar het gaat ook vooral rond recreatieve activiteiten, waar toch heel erg belangrijk is dat mensen uit hun huis komen, naar hier komen en andere mensen ontmoeten, lotgenoten, mensen waar ze mee kunnen praten, waar ze eigenlijk een gezellige namiddag mee kunnen doorbrengen. Uit een onderzoek blijkt dat tegen 2010 1/4 van de Turnhoutse bevolking ouder dan 60 jaar is. Het is dus erg belangrijk dat deze sterk groeiende doelgroep haar stem kan laten horen. De Turnhoutse Seniorenadviesraad onderzoekt welke noden er precies leven bij de senioren. Ja, de Seniorenadviesraad die opgestart is in december, heeft nu 4 werkgroepen. Waar in elke werkgroep zijn vertegenwoordigers van de Seniorenadviesraad die de problemen in Turnhout van de senioren te sprake brengen met de bedoeling van advies te geven en aan de gemeenteraad en aan het OCMW. Wie we zeker niet mogen vergeten in het verhaal van de Turnhoutse ouderenzorg zijn de vrijwilligers. Tientallen senioren zetten zich in voor anderen, zij het via de organisatie van activiteiten, de minder mobiele centrale of de boodschappendienst. Voor mij het toverwoord is dienstbaarheid. Zo simpel is dat. En ik vind altijd, je kunt beter helpen als geholpen worden. Zo simpel is dat voor mij. En werken met mensen, is dat nu met ziekenzorg of hier? Ik vind het altijd tof dat je zo met mensen kunt. Hey, je leert alle dagen bij. Ben ik nog toch wat ook zeker? We doen gemiddeld zo tussen de 25 en de 30 kilometer. In oktober, dat we de laatste keer aan mijn verleden jaar geweest zijn, was het heel goed weer. En er waren wel een paar nieuwelingen bij, waar we alles een toerke ingelast hadden van 10 kilometer. Voor te zien of dat wel zou gaan. Sommige mensen die het niet meer weten, langer niet meer gefietst of zo, hadden dat gevraagd. En dan was de laatste toer was wel 35 kilometer. Ik ben natuurgids. En vanuit OCMW hebben ze dan gevraagd om wat wandelingen te organiseren voor de mensen. En we hebben daar eigenlijk een enorme respons op. Wij gaan de natuur in en met een klein beetje uitleg erbij wordt dat pas leuk voor de mensen. Voor een brochure of advies zijn senioren altijd welkom in het Sociaal Huis in de Albert van Dijkstraat.